Goedemorgen. Buiten is het allemaal weer volop lente en ik heb alweer de eerste kikkers gespot bij mij in de vijver. Laten we vandaag eens een kikker gaan tekenen. Doe je mee? Ja, een kikker. Laten we eens beginnen met een bekende kikker. Eerst de ogen. Herkennen jullie hem al? Eigenlijk herken je hem al aan zijn ogen, die kikker. De bekende kikker uit de Sesamstraat. Ik teken hem nu gewoon eventjes uit mijn hoofd natuurlijk. Dus ik weet niet meer precies hoe die... Die bek zat van die van Kermit. Maar goed, dit is wel Kermit zo, denk ik. Nou, er zijn natuurlijk nog meer kikkers. Dus, laten we eens proberen echte kikker te tekenen. Hier is het oog. Een pupil kikker. Zo. Ik ben, in kikkers ben ik niet zo goed hoor. Dus ik, even kijken hoor, de mond. Zo. De onderlip. En een poot moet er natuurlijk aankomen. Zo. Zo. Achterpoot, de rug. En de andere achterpoot, en die zie je ook nou bijna niet. Maar dan heeft hij natuurlijk nog een voorpoot. En die komt dan onder zijn lijf vandaan. Zo. Een beetje zijn huid weergeven zo. Ja, het is niet mijn beste kikker, maar goed, het is duidelijk een kikker. Als mensen dit niet herkennen als kikker, dan ja, ik weet het niet, maar ik vind het wel een aardige kikker zo. Laten we nog wel kikkers proberen. Pak ik even een ander velletje. Zo. Twee oogjes. Een beetje meer stripstijl dit. Het lijkt wel weer een beetje op Kermit natuurlijk van daarnet. Dan maak ik er gewoon een blije kikker van. Zo, dan gaan we er ook een lijfje bij doen. Even kijken. Eerst die zijpoten natuurlijk, denk ik. Of, ja. Laten we dat eerst doen, die zijpoten. Zo. Andere kant ook. Nou, laten we eerst die voorpoten even ernaast tekenen. Dan weet ik wel dat we een beetje uitkomen. Zo. Hopla. Andere zijpoot. Zo.
Ik vind het wel een vrolijke kikker. Misschien een beetje. Ken je die nog plonstige kikker? Dat was vroeger bij TikTok. Dat was heel lang geleden hoor. Ik weet niet of TikTok. Bestaat het eigenlijk nog, TikTok? Nou, we zetten hem op een mooi lelieblad zo. Misschien moeten we wat meer leliebladeren tekenen. Zo. Leliebloem. Zo, hij zit nog een beetje dicht, die leliebloem. Een beetje idee van water. Zo. Nou, er is dan een kikker op een waterlelieblad. Dan hebben ze ook altijd nog van die bolle wangen, die kikkers. Eens kijken, hoe gaan we dat uitbeelden? Want misschien ook wel leuk om even te tekenen. We beginnen weer. Dit zijn dus nou niet de ogen, maar dit zijn nu de wangen. Zo. Dan komen daar de ogen. Even kijken dat ik een beetje uitkom zo. Ja, het is wel een vreemde kikker. Zo. Zijpoten. Ik ga nu niet uitgebreid die tenen weer tekenen, maar gewoon even snel. Zo, zijn voorpoten. Ja, en we hebben een kikker met de opgeblazen wang. Is er nog wel reflectie erop? Zo. Nou, ik zou zeggen, ga hier zelf ook mee aan de slag. Kijk. Hopla. Alleen, ja. Ga zelf ook aan de slag. Teken eens wat andere verschillende kikkers. En dan zie ik jullie morgen in de volgende video. Tot morgen.